guys, good morning. Het is vandaag zaterdag. We hebben al lekker ontbeten. Ze hebben wat lekker even verse croissantjes gehaald bij de Jumbo. En ik was na het ontbijten. Sorry. Ik was na het ontbijten gewoon kapot. Ik ging liggen op de bank. Ik dacht al even uitrusten, maar ik werd alleen maar nog meer moe en nog meer moe. Maar nu moest ik echt even opstaan, want ik moet me klaarmaken, want we gaan onze vrienden in Amsterdam. En die vriendin is ook zwanger, alleen zij is een maand later uitgerekend. En haar babyshower is ook binnenkort, maar daar kan ik dus helaas niet heen. Ik dan zelf best wel hoog zwanger ben. En dan zou ik ook helemaal alleen naar Amsterdam moeten. Wat gewoon dan echt te ver is om te gaan. Dus we gaan vandaag even met z'n tweeën. Ook in het kader van haar babyshower. Dus ik wil me nu echt even klaarmaken. Maar oh my gosh, ik ben kapot. Ik heb gewoon goed geslapen, maar... Trouwens, zien jullie dat? Zien jullie die babykleding die aan het drogen is? Even inzoomen hoor. Hoe cute. Kijk hoe klein. Ik was dus gisteren begonnen met wassen van alle kleding die in de commode is. Dus maat 44-50. En alles daarboven heb ik hier in de inloopkast in een laadje. En die ga ik hopelijk, denk ik, volgend weekend ook alvast wassen. Dus dat was leuk om te doen. Ik moet echt even ook gewoon mijn bevalkoffer gaan inpakken. Ik krijg echt soms zo van die anxiety momenten. Dat ik denk, oh my god, dadelijk beval ik veel eerder. En dan heb ik niet eens een bevalkoffer. Ik heb niet eens spullen, weet je wel. Gewoon die je dan zo kan meenemen naar het ziekenhuis. Maar ja, moet ik echt even doen. Ik weet niet. Ik ben het niet echt aan het uitstellen. Maar het lijkt de hele tijd soort van te vroeg of zo. Maar goed, moet ik echt even doen. En morgen zouden vrienden van ons langskomen. Die komen toch niet, omdat ze ziek zijn. Dus misschien is het morgen een goede dag om te beginnen met de bevalkoffer. Ik moet even kijken wat ik ga aantrekken nu. Ja, sowieso past niks mij meer. Dus dat wordt denk ik een panty met een jurkje of zo. Hey guys, ik ben bijna klaar. Even oorbellen indoen. Haren nog even kammen. Een beetje mijn pony feunen. En mijn mascara ga ik in de auto doen aan het eind. Het is echt een soort van habit van mij geworden om mascara echt last minute te doen. En ook nog eens in de auto. Ik heb deze jurk aan. Hij zit zeg maar gewoon zo los, lekker. Het panty. Helemaal top voor wanneer je pregnant bent. Oh. Dit doet hij dus altijd. Hij gaat parkeren. En dan is hij zo lang bezig om gewoon helemaal perfect te parkeren. Ook wanneer hij een parkeerplaats zoekt in een garage. Zo lang bezig. Oh, ik heb zin in koffie. Ik heb al tegen Hilal gezegd, zet koffie. Ik heb nog geen koffie gehad, omdat ik eentje per dag drink. Dat vind ik toch gezellig om samen te drinken. Maar misschien ben ik daarom zo suf. Waarom zeg je dat niet? Hoe moet ik dat zeggen? Hi. Hi. Oh my god. Die zon. Hello guys, het is Sunday today. En we waren al een tijdje wakker, lekker koffie gedronken zoals je zag. Ontbeten. En vandaag is het even tijd om een begin te maken aan de bevalkoffer slash
koffers. Ja, laten we beginnen. Ik heb een hele notitielijst met dingen die ik dus mee wil hebben. Nou heb ik niet alles, zeg maar, thuis. Dus ik moet sowieso even dingen nog erbij kopen. Maar we gaan straks dan eventjes naar een winkelcentrum hier. Ik moet sowieso nog naar de Kruidvat, een paar make-up dingen zijn op. Dus we moeten ook nog even boodschappen doen. Maar ik dacht, ik maak alvast een begin aan de bevalkoffer. Dan kan ik ook gewoon zien wat ik mis en wat ik nog moet kopen. Even een bump update. Zo ziet mijn buik er currently uit. Ik heb deze laatst gehaald bij Prenatal. Voor hospital panties. En sorry, ik had nog niet geopend. Maar ik ben echt benieuwd hoe ze eruit zien. Want deze wil ik ook in mijn bevalkoffer meenemen. Even kijken hoor. Oh mijn god, wat is dit? Oh, dit voelt wel echt lekker zacht. Oké. Ik weet dus niet of je ook zulke in ziekenhuis krijgt. Ik heb echt geen idee. Maar dit ziet er wel echt heel comfortable uit. Wow, het is super stretchy. Want ik dacht, ik kan wel extra... Want ik dacht wel, ik kan extra onderbroeken meenemen. Maar ik denk dat dit het fijnst is. Aangezien je constant pijn hebt en zo van de onderkant. Ik denk dat ik gewoon zulke meeneem. Voor in ziekenhuis en voor thuis. Ik denk dat ik deze misschien zelfs dan ook nog thuis ga gebruiken. En je kan deze wassen. Ja, ze zijn washable. Dus ben benieuwd. Ze zijn wel echt zacht. Ze voelen echt heel fijn. Ik ben dus begonnen met de grote koffer voor mij en Senaat. Ik heb dus nog niet alles. Maar ik ga even laten zien wat ik tot nu toe heb. Oké. Okay. Oh. Sorry hoor. Oké, ik heb sowieso slippers voor hem en mij. Gewoon waar je zeg maar onder de douche mee kan. Dan heb ik gewoon pantoffels voor mezelf. Voedings-BH. Dit is een shirtje van Senaat in maat L of XL. Ik dacht altijd van ik ga iets kopen om in te bevallen. Maar ik hoor ook van dat het zo vies wordt dat je misschien het daarna ook moet weggooien en dat soort dingen. Dus ik dacht ik ga gewoon in zo'n t-shirt, zo'n hele fijne grote oversized t-shirt van Senaat gewoon bevallen. Aan de onderkant ben je toch naakt. En die kan ik ook makkelijk aan en uit doen. Zit ook niet strak. Dan heb ik gewoon een lange, zo'n jurk pyjama. Maar ik heb ook een onderkant, mocht ik dat fijn vinden. En hier heb ik gewoon extra sokken. Ik heb dus die ondergoed die ik net liet zien erin gedaan. Hemdje. Nou ja, sokken. Ik moet dus nog voor hem dingen erin zetten. Maar ik moet even aan hem vragen wat hij fijn vindt. Dan neem ik ook zo'n etui mee. Nou, hier heb ik voor nu een kam. Een deo. Dat is niet de deo die ik normaal gebruik. Ik gebruik normaal een hele natuurlijke deo. Maar ja, die gebruik ik elke dag zelf. Een haarelastiekje. Mag niet ontbreken. En dan zat ik te denken om in die kleine handbagagekoffer. Die in de andere kamer staat. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Sorry hoor. Het is heel vervelend dat je in één keer niet meer normaal kan praten zonder buiten adem te zijn. Ook wanneer ik de video's edit, denk ik echt wat vervelend dat je daar nou moet luisteren. Sorry. Anyways, in die kleine handbagagekoffer dacht ik om daar apart alle babyspullen te doen. Dus rompertjes, zeg maar twee outfits voor om mee te nemen naar huis. Om in mijn huis te gaan, een kleinere en iets grotere maat. Dat soort dingetjes. Maar ja... Daar moet ik even misschien straks wanneer we terug zijn uit de winkels even aan beginnen.
Ik moet de kleding ook nog strijken. Maar daar gaat mama mee helpen. Want dat, ik denk niet dat ik dat aan kan. Maar ik moet nog best wel wat dingetjes even halen voor in de koffer. Zoals bijvoorbeeld even nieuwe tandenborstels en tandpasta. Ja, dat gebruik ik elke dag. Maar ik wil het wel alvast in de koffer hebben. Want dat zijn van die dingen die je niet last minute aan gaat denken. Ja, en ja, dat soort dingen nog even meer voor Senat. Wat kleding, snacks moeten er nog in. Maar ik denk dat ik een aparte video ga opnemen met wat ik allemaal in de bevalkoffer heb. Wat ik meeneem en dan niet zeg maar alles in de vlog ga zetten. Ik moet zeggen dat ik nu echt al moe ben. Ik ben niet zo lang bezig. Maar ik ga even naar beneden. Even heel veel water drinken. Ik heb super dorst. En even liggen op de bank. En ik denk dat we daarna even naar de winkels gaan. Nou, nu kunnen we eindelijk buiten eten hoor. Excited. Wij waren al... Mijn schermetje nog iets. Wij waren al lang terug. We hebben dus een paar dingetjes gehaald. Bij de kruis van Action. We waren nog ergens, maar ik weet niet meer waar. En we hebben, zoals je zag, heel lekker even geluncht bij Laplace. Nou, dat was even weer een ervaring om buiten te eten. Dat is ook wat je wanneer je weer zo'n wanneer je een herstelbewijs hebt. We zijn even aan het koken. Vanavond eten we heel simpel kipwraps. Maar het is wel echt een van onze, ik denk wel favorite dish. Ook lekker simpel, makkelijk en ook niet heel ongezond. Nou, we hebben hier gewoon kip. Lekker kipfilet. En Senna maakt de wraps. En dit is wat er allemaal op gaat. En dan straks in die, hoe heet het? Hoe noem je dat ding? Tosti-apparaat. Ja, in die tosti-apparaat. Oké, mijn buik, de baby en ik gaan eten. Ik vind deze volkoren wraps, deze halen we trouwens gewoon bij de Jumbo. Vind ik overigens veel lekkerder dan die naturel. Deze hebben zoveel meer smaak. Dit zijn trouwens de kleine wraps en dat heeft de grote. Maar ik denk dat twee genoeg zijn voor mij, want ik heb echt gewoon eigenlijk helemaal geen trek. We hadden natuurlijk vanmiddag hadden geluncht, maar ik weet niet. Ik heb gewoon de laatste dagen niet echt trek. Misschien is dat nog steeds zo'n corona dingetje. Ik heb een voornemen voor dit jaar om vaker in bad te gaan. Ik ga echt nooit in bad. Wat heel stom is, want ik wilde wel een soort van een bad hebben in onze badkamer. Maar ik ben gewoon niet gewend, want vroeger bij mijn ouders hebben we geen bad, we hadden gewoon een douche. Dus ik ben altijd gewend om te douchen. En ik denk als je dat niet gewend bent, dat het dan het zoveel moeite kost of zo. Ik ben echt veel te lui om het bad eerst te laten lopen en dan in te gaan, bla bla. Maar dus ik zit erover na te denken om dat te doen. Want ik weet dat ik moet daar toch wat beter bij voelen. En dat het ook lekker is voor de rug en zo. En voor je spieren. Zeker wanneer je zwanger bent. Dus ja, misschien even wat me-time op een zondagavond zou niet slecht zijn. Nou, je hebt ook jouw wraps. Ja, nou, let's eat. Weet je wat kut is? Wanneer je naar boven komt en je denkt het is tijd om te gaan slapen. En dan besef je nog dat je je was moet opvouwen. Want ik zet het dan zeg maar bij ons op bed. Zodat ik het kan opvouwen voor het slapen gaan. Maar ik vergeet dat ik dat altijd doe. En nu moeten we dat nog doen. Ik had trouwens ook alweer lekker gedoucht, haren gewassen. Ik voelde me echt even herboren. Ken je dat soms? Dat neem je gewoon een douche en zo. En prima, gewoon zoals altijd. Maar soms ga je douchen. En dan denk je echt, ik zou hier nu voor altijd onder deze douche kunnen blijven. Op de een of andere manier was deze douchesessie
zo goed. Het deed me zo goed. Het was gewoon een soort van another level. Ik weet niet of je dat kent, maar it hits differently. Als je snapt wat ik bedoel. Ik was echt helemaal van zo zen daarna. Meestal lees ik voor slapen gaan. Maar ik moet zeggen dat de afgelopen weken ik eigenlijk best wel moe was voor slaap gaan. En eigenlijk gewoon echt uitkeek. En nog steeds uitkijk naar gewoon slapen. Waardoor ik dacht, meestal ging ik ook lezen om ook zeg maar extra moe te worden. Nou was dat dus niet nodig eigenlijk de afgelopen weken. Dus ik heb niet heel veel zeg maar gelezen voor het slapen gaan. Wat ik heel jammer vind, want ik was eigenlijk heel erg gewend. Ik las eigenlijk elke avond. Nou, sowieso die zwangerschapsboeken, omdat ik dat heel graag ook uit wilde. In ieder geval het uit wilde lezen, ja. Nu heb ik dit boek nog steeds niet uit. Ik heb hem trouwens bijna uit. Ik denk als ik hem nu ga lezen, dat ik hem wel uit heb. Van Michael, die Master Your Mindset. En ik vind het heel irritant als ik zeg maar lang blijf hangen in een boek en het maar niet uitlees. Komt niet vaak voor, maar als dat zo voorkomt dan, zoals nu met dit boek, dan voel ik me echt zo stak. Weet je wel, het is net zoiets van vroeger, wanneer je studeerde, dat je dan maar niet dat verslag of zo afkreeg. Of iets in die zin, maar ik kan daar heel slecht tegen. Dus ik ga me even zelf even forceren om deze te lezen en ook even gewoon af te maken. Weet je, dan kan ik het gewoon wegleggen. En dit leest trouwens zo super makkelijk, dus het is helemaal niet moeilijk of zo. Dat. En dan ben ik van plan om dat boek van Nina, Mama een, of Mama en, ik weet even niet hoe ik dat moet uitspreken, of Mama en, denk ik. Om weer die opnieuw door te nemen, door te lopen. Want dat is een van de eerste boeken die ik uit had. En toen was ik al 3 maanden of zo zwanger. En ik had hem al uit. Maar het is fijn om nu gewoon zeg maar weer langs alle hoofdstukken langs te gaan. En even weer te refreshen. En ook even te kijken van wat wil ik even weer opnieuw lezen. Dus dat ga ik doen. Lekker lezen. En dan slapen. Tomorrow is Monday. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze vlog. En ik zie jullie volgende week weer. Maar dat wordt wel een leuke vlog, want dan gaan we een weekendje weg. Ik weet niet waar we heen gaan. Omdat ze dat het heeft geboekt en hij wil het niet vertellen. Nou, ik zie jullie volgende keer. Bye guys!